dreadful evening. Welcome to the doorstep of decay. Welcome to the realm of wickedness. I want to get this show started, but I want to know if you're all ready. Ladies and gentlemen, if you're ready, I want one hand in the air. Two hands if you feel it. Now somebody scream. Let's get this show rolling. In the narration of his name, you will feel it coming right now. We hebben je gevraagd om mij hier te komen roosten. Nog een keer. Succes.
Eddie doet zo zijn best om zijn haar overeind te krijgen dat het gelijk het enige is wat hij omhoog krijgt. Over omhoog krijgen gesproken, ik ben blij dat je siliconen hebt genomen, want dan struikel je de hele dag over die platte zakken van je. Eddie, je stinkt zo erg uit je mond. Ik zou maar stoppen met nagelbijten en tegelijkertijd in je kont krabben. Lieverd, als jij volgende keer met chloor de PlayStation schoon te maken, kan je beter een knotje in je haar doen. Dat is niet blond meer, dat is dood. Wie van ons lijkt op een playborstel, Eddie? Oh, ga je mij vergelijken met een playborstel? Terwijl er zoveel plastic in dat lijf zit dat ze niet begraven maar gerecycled moet worden. Eddie is echt zo ontzettend dom. Oh ja? Heb je niet eens geweest? Oh, lieverd, hou maar op. Ik weet iets veel leukers voor jou. Jongens, kom dan met mijn trommelstokje zwabben. We gaan het even aan Shadiandra laten zien hoe we dat doen bij Eddie de Paas. Dankjewel. Neem er maar mee. Jij houdt toch zo van zonnebanken, zo? Je lijkt wel oranje, man. Wat is er op die berg? Speciaal voor Shadiandra. En daar hebben we vandaag de Sunburn 2000. Yes, my lord! Oh, hey, hello. Let's make a supper! Let's roast them! Yeah. Come on, everybody! Roast! 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 Zo! Nou, dat kan Hans van Willigenburg nog een puntje aan zuigen, joh! Supper, you do it! Doe maar dicht, mannen! Hoppa! Kettingje eromheen! Zo! Is die gecontroleerd trouwens, jongens? Oh, ik zou even weggaan daar. Er komt rook uit, sorry. Hebben we dit arbo technisch goed aangesloten of niet? Ik weet niet. Op het moment. Shadiandra? Shadiandra? Oh. Oh! Dat hoort niet te gebeuren. Maakt niet uit. We gaan door naar de volgende kandidaat. Marijn van Kesper. Yes, my mom, sidekick is ready. Ladies and gentlemen, yes. Can you please make some noise for Marijn? Nou, Marijn, schiet eens op. Ik heb blijkbaar nog sneller zien lopen dan jij. Ga maar staan en even kijken wat hieruit komt. Eddie, jij ziet eruit als een... Ja, zie je, er komt helemaal niks uit, man. Er zit zo weinig in die hartjes, je kan door die bollen over zo de achterkant van je hoofd zien. Lijkt wel een wensballon. Kijk maar uit als je niet opstijgt. Eddie, het enige wat jij heet krijgt is een IKEA-magnetron. Ja, wacht even. En Shadiandra natuurlijk, hè. Niet vergeten. Weet je, er komt heus wel een dag dat meisjes naar jou kijken. Als blikken kunnen doden. Trouwens, ben je al overleden. Mager, bleek, je stinkt. Lijkt wel een lijf, man. Je kan ook niet alles hebben, Marijn. Eddie, jij kan maar beter uit de keuken blijven. Want alles moet juist spontaan in jouw lucht. Is dat je comeback? Serieus? Is dat het beste wat je hebt? Volgens mij snapt je niet helemaal wat er hier op het spel staat, of wel? Laatste kans! Jouw gezicht ziet eruit alsof je overreden bent door een bus. Jongen. Nou, het is toch nog iets wat je goed gezien hebt met die hondengaten van je. Weet je, kijk, mijn leven heeft genoeg actie, maar de enige actie die jij ziet is van je rechterhand. Lekker voor je. Hier ben ik klaar mee. Dit schiet niet op. Jongens, gaan we maar mee. Ja, weet je wat het is? Over opschieten gesproken. Je kan natuurlijk beter op iemand schieten. En daarvoor heb ik een leuk nieuw speeltje met een blokker gehad van mijn gouden dukaten. Yes, my master, I want to see him bleed. Jawel. A loser. Kennen jullie de Super Shooter nog van vroeger? Hey Marijn, dat was de laatste keer dat jij een man vertelde over mij. Ik wil zeggen, doe de donkey! Ja, hoppa! Ja! Zo, we zitten nog een laser op. Oh, kom er daar. Oh, sorry, niks er dan. Ja! Zo! En de volgende kandidaat heet volgens mij Geert. Daar gaan we. Geert. Yes, our last contestant. I hope he is worthy for your kingdom. Ik hoop het ook, jazeker. Ladies and gentlemen. Dames en heren. Are you ready for the last one? Please make some noise for Geert. Hey, je zegt de hele tijd super irritant. Hij heet Geert, niet Geert. Maar... Wat wil je horen? Kom! Jo, je bent meteen zelf al begonnen. Bla bla bla, wat praat jij veel, man. Als je lichaam nog net zoveel in beweging was als je mond, had je buik er een stuk minder uitgezien als een gezwel. Oeh. Oh ja, we hebben een lintworm met pit gevonden, jongens, daar hou ik van. En jij bent 12? Op een schaal van 1 tot 10.
Weet je wat jou heel goed zou staan? Een bord voor je kop. Een bord voor mijn kop? Wij allemaal kunnen ons masker na Halloween afzetten. Jij moet de rest van het jaar met die rotkop blijven rondlopen. Lelijk, maar niet eng. Ik heb baby's gezien die enger zijn dan hij. Het is grappig dat je over baby's begint. Ik was gisteren nog bij je moeder, heb ik ook over baby's gehad. Nou, ik heb gisteren met jouw moeder over hele andere dingen gehad dan baby's maken. Weet je trouwens hoe je enge baby's maakt? Nou? Vraag maar aan jou dus. Hey Eddie, leven met obesitas is zwaar, hè? Gast, je staat zo hard te falen hier. Ja, net zoals de condooms van je vader. Oké. Weet je, soms is iemand gewoon ook goed en ik heb mensen nodig voor mijn legioen, natuurlijk. Bla, 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 bla. Eerst verlies je je waardigheid, dan verlies je ook nog eens je woorden. Jongens, this clown is going down! Oké, we hebben de winnaar van de Rooster 2018, Geert, gefeliciteerd! Je bent de winnaar van Eddie Schroos! Ah, kom weer voorbij staan, ja, ja, ze weten het echt hartstikke. Ja, mijn moeder. Ja, we gaan het niet meer over doen. Jongens, ik zou zeggen, geef hem een applaus, Geert, zo daar! Ja, even een momentje. Lego Zadelhof? Ja. Nou, die is van de meekopers, hè? Ja. We hebben nog een leuke meekoper voor. Ja, echt speciaal, hoort bij het prijzenpakket. Deze zetten we even neer. Deze gaan we even daar neerzetten. Ik zou zeggen, dat we even naar de drukstokjes toe. Leuke meekoper. Wat een fijn. Schrijf maar even, Geert. Ja, wel. Lord, my master. Ja. If you win some time, you give me your word. Ladies and gentlemen, are you ready to transform this one? Ladies and gentlemen, I want to know, are you ready? Make some noise! Are you ready? 3, 2, 1, come on! Go! Jongen, jongen, ga balletje mee voor mij, gezin, of niet? Wat is dat voor soep dan? Het is een soort zoutkleur, maar meer dan een kaasje. Een beetje dik, hè? Hoort die wel zo fel, hoort dat zo snel los te laten? Een beetje, oh dat hoort, oh dat hoort. En die ogen dan? Gaat het verdammen, het wimmelt ook een beetje. Ja, haal het er maar uit, doe het gewoon niet. Lekker. Gaat het nog een stuk beter, of niet? Ik heb nog veel meer mensen nodig in mijn leger des onheils. Dus geef je allemaal op via mijn Instagram-account, Eddie the Clown Official, of voor de Halloween Fright Nights. Ik ga even op mijn witte troon zitten uitpuffen. Ik ga even een zak tuin naar open trekken. Er staat een grote beer aan het hek te rammelen. Komt allemaal wel goed. Tot de volgende keer. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen, zoals je moeder. Doei! Walibi Holland presents de meest intense Halloween-ervaring van Europa. Halloween Fright Nights. 6 gruwelijke spookhuizen. 8 angstaanjagende scare zones. En honderden Halloween-freaks. Koop je tickets nu alleen online op walibi.nl. Your life is a gamble. Ah, nummer 13. De kettingzaag. Mijn Wheel of Fear is natuurlijk veel te leuk om maar één keer te gebruiken. Dus volg mij vanaf nu op Instagram en dan bepaal jij het lot van deze kandidaten. Laten we een spelletje spelen.